Hallo, welkom bij een nieuwe video. Vandaag is het tijd voor een mask time. Vandaag ga ik dit maskertje uitproberen van Primark. Het maskertje genaamd Dream Catcher. Ik ga meteen uit de verpakking halen. Ik weet dat deze van de Primark nogal heel vloeibaar zijn soms. Dus. Of als mijn excuus voor de mes. Het ruikt wel alleszins al super lekker. Heerlijk. En nu kunnen we beginnen. Allereerst zal ik vertellen dat ik morgen jarig ben. Woe! Ik ben namelijk op 12 mei 1994 geboren. Om 21:45 s'avonds. Dus morgen weer ik mijn verjaardag. Ik voel nu al dit masker droppen. Misschien heb ik echt... Wacht, ik ga even... Even een bak tissuetjes erbij halen. Moest het te veel worden. Ik ben dus morgen jarig. En wat ga ik doen voor mijn verjaardag? Super lekker eten. Ik ga naar de cinema. Ik ga de film I Feel Pretty zien. Sinds ik die trailer voor het eerst zag, wil ik hem al super graag zien. En het feit dat hij nu in de cinema speelt, terwijl ik gratis van Kinepolis naar de cinema mag, is alleen maar een super groot voordeel. Wat ga ik nog doen op de verjaardag? Mijn broer komt barbecuen. Met zijn vriendin. Ik ga uiteraard geen vlees eten voor mijn verjaardag. Maar ik ga de vegetarische barbecue set van de vegetarische slager proberen. Oh, kijk. Super lekker eten voor mijn verjaardag. Ik ga horentjes eten, aardbeientaart, koffiekoeken. Alles wat ik eigenlijk wil. Ik ga hopelijk ook super leuke mails krijgen. En vandaag nog alles. En als ik terug ben van mijn reis, ga ik ook super veel kaartjes hebben gekregen. Hopelijk in de bus. Ik vertrek namelijk nu maandag op een verjaardagsreisje. Ik ga van 14 mei tot 17 mei naar Kopenhagen. De stad die ik al super lang heel erg graag wil bezoeken. En nu ga ik het eindelijk doen. Het is een iets duurder stad te vergelijken met de vorige trips die ik geboekt heb. Maar het waren nog steeds redelijk goede vliegtickets die ik heb geboekt. En ik heb er echt enorm veel zin in. Dat betekent ook dat ik een paar dagen niet ga dagelijks vloggen voor jullie. Waardoor dat je de... Wacht hoor. Hiervoor heb ik mijn hendel nodig. Waardoor je van maandag 21 mei tot donderdag 24 mei geen vlog zal online zien. Maar je zal wel alles kunnen horen en lezen van mijn reis en zien op een blog waarmee ik bezig ben. Ik ben namelijk bezig met het opstarten van een kleine travel blog. Daarvoor heb ik al een paar artikels geschreven. Daar heb ik ook al super veel vlogs voor. Dus hopelijk krijgen jullie dit binnenkort te zien. Momenteel ben ik ook bezig met de volgende editie van
blogger. Heel wat mensen aan het mailen en aan het aanspreken daarvoor. Ik heb al enkele superleuke kansen gekregen. Maar ik ben nog kansen aan het proberen te pakken en grijpen. Samenwerkingen en interviews dat ik graag wil doen, bezig mee aan het regelen. Ik hoop dat dat lukt. Deze video is super spontaan opgenomen, dus sorry als je niet alles even goed in elkaar zit doorgedacht. Maar het is dan ook mask time. Zondag is die kattenstoet. En Ieper, jammer genoeg ga ik wel niet kunnen gaan. Want ik heb mijn trein iets na 5 of 6. Omdat ik daar s'avonds naar de luchthaven moet. Omdat ik er niet raak, s'morgens. Allee, ik raak er wel, maar met, dan zou het met een taxi zijn. En daarvoor heb ik even geen budget. Anders ook niet. Daarom ga ik s'avonds al vertrekken naar Charleroi. Dan lig ik daar gewoon terug op de grond. Net zoals ik tijdens mijn terugreis van... Dat is niet Team Zwijgen, maar wat was dat? Waarom kan ik nu niet op die naam komen? Ik heb dit ergens wel staan. Varna, tuurlijk. Oh, ik kan er gewoon eventjes niet op komen, maar dat is oké, toch? Ik ben wel blij dat ik nu nog zulke reizen kan maken. Ik ben niet blij dat ik geen werk heb, maar ik ben wel blij dat ik zulke reizen kan maken. Maar als ik terugkom van Varna, heb ik weer een sollicitatie, dus dat komt allemaal goed. Het is gewoon heel moeilijk om in mijn sector, in mijn regio, werk te vinden. En zeker omdat ik een paar dingen niet heb, zoals een supergoeie kennis in Frans. En ervaring. En een bachelor diploma. Ik heb wel een centraal volwassen diploma onderwijs, maar ja. Tja. Wat zullen we eraan doen? Niks, hopen en blijven solliciteren. Oh ja, op mijn verjaardag ga ik ook nog kijken naar de finale van Eurosong. Dus waarschijnlijk komt er ook terug super grappige tweets online. Of minder grappig, hè? Mijn masker is echt aan het drogen worden en hij blijft niet meer plakken. Dus ik ga deze video afsluiten. Bedankt voor het kijken. Vergeet je niet te abonneren hieronder. Hopelijk hebben jullie een supergoed weekend. En ik ga zeker genieten van mijn verjaardag morgen.